Nummer 4. Metaaldetector en detector voor elektrische kabels met 3 verschillende verlichtingsniveaus afhankelijk van de nabijheid van het object. Het kan ferrometalen tot 12 cm detecteren, terwijl non-ferrometalen tot 10 cm, draden onder spanning tot 5 cm en hout in de muur tot een diepte van 2 cm kunnen worden gedetecteerd. Het heeft een uitstekende detectiesensor, nauwkeurig en gevoelig. Het heeft automatische uitschakeling na 5 minuten in activiteit. Het is zeer klein en handig en gemakkelijk op te bergen en te vervoeren. Zoek de link naar dit artikel in de beschrijving. Nummer 3. Dit is een 3-in-1 buis- en kabeldetector. Deze detecteert automatisch de aanwezigheid van elektrische kabels met actieve stroom en geeft een adequate indicatie van verborgen voorwerpen via het LCD-scherm. Het wordt geactiveerd door een knop in te drukken en vast te houden. Het detectiepunt wordt aangegeven door een pijl aan de bovenkant van het apparaat. De detectiemodus wordt gewijzigd door een knop te verplaatsen. Als u geïnteresseerd bent in dit product of de prijs ervan wilt weten, klik dan op de link in de beschrijving. Nummer 2. Deze detector heeft 3 instellingen en is geweldig voor metaal, gipsplaat en stroomvoerende draden voor schroeven, spijkers en elektrische kabels. Het display toont het type materiaal dat wordt gedetecteerd door het midden ervan aan te geven. Het toont 3 verschillende kleuren, afhankelijk van de nabijheid van het object. Dit type van detector wordt gebruikt om onnodige gaten te vermijden of om op de beste manier een punt te kunnen lokaliseren waar een gat nodig is. U kunt de prijs van dit artikel zien door op de link in de beschrijving te klikken. Nummer 1. Dit is een van de beste pijp- en kabeldetectoren ooit met 7 detectieinstellingen voor 6 verschillende materialen. Het heeft een zeer geavanceerde radartechnologie, in feite is het in staat om onder spanning staande en niet onder spanning staande kabels, plastic buizen met water, magnetische en niet-magnetische metalen te detecteren. Het heeft een natte betonstand tot 6 cm diepte. Het geeft de intensiteit van het inkomende signaal aan, zelfs in iets gecompliceerdere situaties. In de beschrijving vindt u de link van Amazon naar dit product.